Hey guys, welkom bij een nieuwe video van Julian Knows. En deze keer gaan wij iets heel belangrijks bespreken. Want als het goed is, heb jij misschien gisteren wel ingeschreven voor een studie. Oh my god! Als je zeker wist wat je wilde worden later en als je zeker wist wat je wou studeren, heb je vast en zeker voor maar één studie ingeschreven via www.studielink.nl. Maar er zijn ook mensen zoals ik. Dit was Julian toen hij zijn studie ging kiezen. En Julian koos voor 3 studies. Nu je ingeschreven hebt voor 3 studies, is de vraag: en nu? Hoe ga je uit die 3 studies nou de juiste studie kiezen? In deze video ga ik je een paar tips geven hoe jij erachter kan komen wat de beste studie is uit die 3 studies of 2 studies, 4 kan niet, nee, die het beste bij jou passen. Stap 1. Wacht niet te lang. Ik heb heel veel mensen meegemaakt die zeggen, oké, weet je wat, ik heb me ingeschreven voor 3 studies, perfect, top, helemaal klaar, on to the next one, dat zien we later wel weer. Niet doen. Dan breng je jezelf dus in gevaar, want dan moet je je hele zomer gaan spenderen aan het kiezen van de juiste studie en dat is stress. Ik weet nog dat ik letterlijk de hele zomer gewoon echt, dit is geen joke, De hele zomer lang heb ik gewoon gezeten in mijn kamer en ik heb toen nagedacht, what do I want to do with my life? What do I want to do with my life? Crying. Tip 2. Dit is eigenlijk iets wat ik je niet zou moeten vertellen, want de goede studentenkiezer that you are, zou het al moeten doen. Iedere studie heeft een studiekeuzecheck. Als je voor meer dan 1 studie hebt ingeschreven, moet je dus naar meer studiekeuzechecks. Tijdens deze studiekeuzecheck krijg je een stuk literatuur meegestuurd misschien. Tenminste, dat was bij mij het geval. Ik kreeg een stuk literatuur mee toegestuurd. Moest ik leren, ging naar de studiekeuzecheck, ging ermee oefenen, kreeg een hoorcollege, ging je een toets maken en daarop een cijfer uit. Maak die toets zo serieus mogelijk. Leer ook hartstikke goed dan voor die toets. Ik weet dat bij heel veel studies het geen bindend advies is, dus het maakt niet uit of je hem wel haalt of niet haalt. Je mag hem op zich wel doen. Maar als jij echt je best hebt gedaan, je hebt het geleerd en de toets, dat is gewoon iets waar je denkt van dit is eigenlijk helemaal niet wat ik wil, dan kan je al die wegstrepen van je lijstje of tenminste verwijderen uit StudieLink. Nog een studie minder om zorgen over te maken. Tip nummer 3. En let op, deze tip is heel abstract en je gaat me misschien haten door deze tip, maar luister naar wat je hart of hersenen, ik weet niet wat biologie inhoudt. Luister naar wat het zegt. Ik heb me ingeschreven voor Human Resources Management en bestuurskunde. Praktisch gezien was Human Resources Management de beste keuze. Het is systematisch te doen. Baankans zit er om 90%. Maar mijn hart zei dat ik dat niet zou willen doen. En toen heb ik gekozen voor bestuurskunde. En guess what? Best choice ever. Best choice ever. I mean, literally. En als je dan nog steeds zit te twijfelen over, oké, maar wat leer ik dan bij de ene opleiding en wat bij de ander? Doe wat ik heb gedaan. Ga opleidingen vergelijken via www.hva.nl/opleidingen. Tip nummer 4. En dit is een tip die ik je meegeef als je twijfelt tussen 2 studies of meerdere studies, omdat de ene dat heeft en de ander heeft dat. Human Resources Management bijvoorbeeld voor mij had dat stukje HRM, dus een beetje dat bedrijfsmatige. En dat had bestuurskunde nou net iets te weinig. Dus waar heb ik naar gekeken? En dit is een hele belangrijke tip. Minoren. Kijk naar de minoren die die opleiding aanbiedt. Dat kan je ook weer via de hva.nl bekijken. En dan kan je kijken van, is er een vak wat te maken heeft met de andere opleiding die ik wil kiezen? Bieden ze dat aan als een minor bij mijn opleiding, bij die andere opleiding die ik eigenlijk wel het meest zou willen kiezen? In mijn geval bedrijfskunde. Er is een minor van bedrijfskunde die ik dan kan gaan kiezen, zodat ik en een beetje dat economisch heb en dat politieke heb. Perfecte combinatie. En ik heb het al eerder in video's gezegd en ik ga het nog een keer tegen jullie zeggen. Please maak nou geen stressvolle situatie van dit. Want een slechte keuze bestaat niet. Je kan altijd mixen met je naast je opleiding nog allemaal activiteiten doen om toch altijd je koers van je leven te veranderen. Dus maak je geen zorgen. Kies iets wat je leuk vindt. Geniet ervan. Chill out. Enjoy. Go have a drink or 15. It doesn't matter. Want dit is een tijd om te genieten. Dus geniet. Wil jij weten hoe je de tip van opleidingen vergelijkt of hoe ik dat heb gedaan? Klik dan hier op deze video. Wil je nog meer video's zien van mij of andere YouTubers? Klik dan hier. En net zoals iedere video kan subscriben op dit hoofd. Hier. Dank jullie wel voor het kijken naar deze video, guys. En vergeet niet, iedere dinsdag om 4 uur zie je mij weer op dit kanaal. Thank you very much. And you...